Mensen, kunst en cultuur wordt vaak gezien als de slagroom op de taart. Nu het economisch tijd tegenzit, wordt gesteld dat het best wat minder kan. Ik zie de creatieve sector juist als een onderdeel van het beslag. Een zelfrijzend bakmeel, zoals u wilt. In al die talloze gezelschappen zitten duizenden mensen die naast hun dagelijkse werk al hun ziel en zaligheid steken in hun passie. Daarmee is het hun ontmoetingsplaats, een uitlatingsklep en versterkt in hun band met de stad. Binnen wijken en dorpen zorgen al deze verenigingen voor actieve deelname in de maatschappij. Het helpt ons zelfvertrouwen te winnen, mensen te leren kennen en een groter gevoel van veiligheid en tevredenheid te krijgen. Waarden die in deze tijd van angst onmiskenbaar belangrijk zijn en de investering zeker waard. Moderne dans naast soulavonden. Je ziet opera naast Walter Kroes. Je ziet klassieke kamermuziek naast Kane. Dus, hè, elitair? Nee, er is een aanbod voor alle mensen. Een ander misverstand wat vaak wordt gezegd is dat het gesubsidieerde aanbod, hè, dat het eigenlijk alleen maar voor lege zalen is. Een handjevol bezoekers. Nou, dat is inderdaad soms zo. Sommige voorstellingen, daar zijn heel weinig bezoekers. Maar dat is niet zozeer het gesubsidieerde aanbod. Het is soms ook een voorstelling in de entertainmentsfeer die niet goed loopt, om welke reden dan ook. We hebben volgende week zaterdag, hebben we Augustus Oklahoma, een 4 uur durend toneelstuk door een gesubsidieerd gezelschap. Maar die is uitverkocht, heel snel al. En Tineke Schouten, eigenlijk altijd garant voor volle zalen, dure kaartjes overigens. Maar die is aan het eind van het seizoen nog niet voor de helft verkocht. Het beweegt. Hè? Er zijn heel veel bewegingen in. Het is niet alleen maar meer zo dat subsidies alleen maar naar de lege zalen gaan. Hoe kun je in een zo vurig gewenste nieuwe lood aan de boom laten groeien als je daarvoor de wortels weghakt? Leg eens uit hoe je vernielt als je de basis niet kent of niet erkent. Het begrip roots is toch inmiddels wel gemeengoed geworden in de Nederlandse vocabulaire. Nou, als u dit zo hoort zou u kunnen denken, die voelen zich tekort gedaan. En inderdaad, ja, dat is ook zo. Laten we wel zijn, er is niet echt overtuigend aangetoond dat wij tekort zijn geschoten in ons beleid en in ons aanbod. Maar dat is aan zich eigenlijk niet wat ons betreft de kern waar het om draait. Als de subsidiekraan geheel dicht wordt gedraaid, houdt het voor ons op, dat is duidelijk. Maar het slachtoffer, het zijn niet wij, maar het slachtoffer is de gemeenschap van horen. Want ik kan u voorspellen dat als de stichting Mesgaard ophoudt te bestaan, verdwijnt er een podium dat zich al bijna een eeuw heeft bewezen. Dat is niet gering. Tot slot. Is de stichting dan zo kwetsbaar? Het is een gegeven dat klassieke muziek sinds haar ontstaan altijd bestaan heeft bij de gratie van keurvorsten, adel en overheden. Adeldom verplicht overheden. Dat in tijden van crisis de tering naar de nering gezet moet worden, dat is duidelijk. Met enig passen en meten kan het fragiele bouwwerk dat wij zijn best wel aangepast worden. Maar als de subsidie rigoureus wordt teruggeschroefd tot nul, wordt de basis wel heel erg wankel. Want vergeet niet dat de plaatselijke overheid in lijn werkt met het beleid zoals uitgezet is door de landelijke overheid en de provincie. Wij staan dus van drie kanten op de tocht. In relatie tot de gemeente Hoorn praten wij overigens, als u dat erg bezig mag houden, over een bescheiden 3000 euro. Was het overigens niet de dichter Lutse Baert die zei, alles van waarde is weerloos. Kijk, en daar ligt nu een overheidstaak.
En de overheid zijn tenslotte wij. Ja. Wel nu, u mag zich afvragen of de bezuiniging die nu dreigt opweegt tegen de schade die het teweeg brengt in het culturele aanbod in de gemeente. Dames en heren politici, ik weet niet of ze aanwezig zijn, maar ik spreek ze toch maar aan. Snoeien doet bloeien, maar hakken en breken resulteert in een woestenij. De keuze is aan u en wij wensen u daarin veel wijsheid toe. Dank u wel. Oh,
scholen bij ons komen, voor bijvoorbeeld CKV-workshops, dat ik vaak van de docenten hoor van, goh, dat had ik helemaal niet achter die leerling verwacht. Kunst is ook een andere manier van communiceren. Het is ook op een andere manier je kunnen uiten. En vaak ligt dat veel dichter bij de mensen dan om dat gewoon maar uit te spreken. Het leuke is, die leerlingen, die verwachten vaak ook niet dat ze dat kunnen. En daarmee zie je ook dat door met kunst bezig te zijn, je soms ook onverwachte kanten van jezelf leert kennen. En die zijn hartstikke belangrijk. Bovendien is een ander belangrijk punt om te ondernemen dat je ook de ruimte hebt om te ondernemen. En dat zit hem vooral aan de voorwaarden die aan jou gesteld wordt. En het gekke is dat bij ons niet zozeer de voorwaarden gesteld wordt in de kwaliteit die wij leveren, maar eerder in de kwantiteit en dan vooral nog gericht op, wij willen niet dat iemand die uit de gemeente komt, die niet de blauwe schuit subsidieert, dat voor dezelfde prijs kan doen. En dat is eigenlijk heel raar, want de activiteiten die zijn gewoon kostendekkend. Alleen ja, we zijn een school, dus het gebouw, het personeel, ja, dat is met subsidie. Maar dat betekent dus dat als iemand uit Berkhout, die uit de gemeente Koggeland komt en die subsidieert ons niet, 150% meer moet betalen voor dezelfde cursus als iemand die in Zwaag woont. Hoe moet ik mijn klanten uitleggen dat die ene kilometer die ertussen zit zo bepalend is? Dat kan ik niet. Stelt u eens voor, u komt hier bij het park, u wilt een kaartje kopen. Toevallig komt u uit Leiden, maar er is hier een mooie voorstelling en op een datum die u graag wil doen. Dan komt u bij de kassa en dan wordt er aan u gevraagd, komt u uit deze gemeente? Nee, oh, dan mag u 150% meer betalen. Dat is natuurlijk een hele rare situatie. Het vervelende is, die rare situatie heeft voor ons hele grote gevolgen. 50% minder cursisten. Ja. Dat betekent ook 50% minder inkomsten. En misschien nog wel meer, omdat ook onze cursussen minder vol zijn en daarmee dus niet meer kostendekkend. Dat betekent dat de mogelijkheden voor ons om ons eigen broek op te houden en zelf geld te verdienen, heel klein zijn geworden. Dat betekent dat wij nu heel afhankelijk zijn van subsidie. En dat wordt juist minder. De Blauwe Schuit bestaat dit schooljaar 40 jaar. En wij hopen heel erg dat dit niet ons laatste jaar is. Dus kunst doet leven, maar daarnaast is het ook heel belangrijk, zorg ook voor een klimaat waarbij kunst kan blijven leven. Sinds dat ik kunstenaar ben en sinds ik met kunst bezig ben, ben ik bezig geweest met verdedigen en uitleggen. Dat vond ik nooit erg, want het was altijd een eerlijk gesprek. Een gesprek over waarde, een gesprek over wat iets betekende. Maar ik heb niks meer te zeggen. Want het gesprek wat ik voer, dat valt in dorre zand, in dorre grond. Het gesprek wat ik moet voeren, er wordt niet meer geluisterd. Ik heb verteld over de waarde van kunst. Ik heb verteld over de educatieve waarde van kunst. Ik heb verteld wat kunst met mij doet. Wat kunst met de samenleving doet. En ik had prachtige voorbeelden. En het waren goede gesprekken. Maar ik heb helemaal niets meer te zeggen. Want niemand luistert meer. Dus wat ik ga doen, ik ga kunst maken. Van de kunst te maken, kan ik mij zelf vinden. Dan kan ik misschien de taal snappen van de ander. En misschien vind ik dan een brug. Misschien weet ik dan wat ik te zeggen heb.